Hallo iedereen, welkom terug bij deze nieuwe video. Vandaag zijn wij aangekomen in 5R. Ik heb nog steeds mijnzelfde geld. Maar, althans, hetzelfde. Ik heb wat nieuws. Een beetje grinden en nog eens een beetje grinden. Hebben ervoor gezorgd dat ik een paar dingetjes extra heb gekregen. En die staan dus hier bij Funda, kunnen jullie dat zien. En dan heb ik een appartementje gekocht. En een huurwinkel. Ben ik al eventjes mee bezig geweest. En... dus er komt er even een ambulance langs wezen. En wij hebben... noem alsjeblieft geen grinder. Nee, dat hebben we goed voor elkaar. Eventjes snel alle auto's gekocht. Alle auto's uit de normale shop, uit de normale car dealer, hebben we gekocht. En ik heb nog niet in alles gereden. Ik weet, het is ook van 9 van de 10 auto's, geen idee wat het voor auto is. Ja, nice. Nou, gaan we eventjes met deze auto's even op pad. Ik heb nog steeds geld. En eigenlijk het eerste wat ik even wil doen is eventjes naar mijn huurwinkel en naar mijn appartement. Om eventjes te kijken van hoe zit het nou allemaal in elkaar. Want ik heb dat nog nooit gehad. En ik heb doorgekregen dat het hier ergens was. Gewoon dat het hier op de map ook staat. Dus hier kunnen we dan naar binnen. En dan eventjes kijken, waar staat hij? Bovenaan. Mijn eigen dingetje. En dan kun je hier het geld ophalen. Kijk eens aan. Ik weet niet precies wat je hier allemaal mee kan. Ik weet dat je geld kan ophalen bij dat cirkeltje. Ik weet niet helemaal zeker of je hem kan upgraden ofzo. Of je er meer geld uit kan halen. Ik heb oprecht geen idee. Zo. Nou. Het is niet dat het hier niet lekt ofzo. Maar je kan in ieder geval hier je geld ophalen en... ja. Dus jullie weten wat je hier nog meer mee kan? Om het te upgraden of zoiets op deze... dat er meer dingen komen. Moet je dat even doorgeven, want ik heb geen flauw idee. Kun je niet op die mannetjes klikken? Nope. Nou, geef het anders even door, dat is wel fijn. Nou, we krijgen nu wel redelijk snel wat geld. Maar we hebben ook een ander gebouw. En die zit daar verderop. En dat is een appartementje. Even kijken, bovenaan. Mijn eigen appartementje. Nou, het is niet heel erg anders ingericht dan gewoon standaard. En dan kun je hierachter, als het goed is, heb je in je eigen kluis. Dan kan je iets in je appartement leggen en shit. Dat is op zich wel handig voor als ik echt met wapens en shit heb. Dus dat is op zich wel handig. Want voorheen deed ik dat nooit. Dan heb ik heel wat hierachter zit. Dat is wel geinig. Dit heb ik dus nu ook allemaal gekocht. En dan vragen jullie je waarschijnlijk af, hoe kom je nou ineens aan al dat geld? Ik zei het zo net ook wel een beetje, ik heb een beetje gegrind. Ik ben uiteindelijk een beetje dit spel een beetje gaan spelen. En doordat ik het spel een beetje meer ging spelen en telkens meer. Gewoon omdat ik het echt leuk vond ofzo, dat ik telkens elke dag RDM'd word ofzo. Meer gewoon omdat ik, gewoon wat grinden. En mijn tijd wel voldoen. Dus ik heb ongeveer nog een beetje hetzelfde geld. Ik weet niet precies. Ik heb wel eens een OV'tje gedaan dat ik ineens meer geld kreeg. Maar ik heb op zich wel redelijk hetzelfde geld nog steeds. En ja. Het is wel fijn dat ik nu gewoon wat extra dingetjes heb. En ik hoop natuurlijk dat jullie het ook een beetje waarderen.
En als jullie nou echt denken van, hey Raymond, je kan echt van dit geld kan je echt iets echt zieks kopen. Nou, laat het even weten. Ik heb oprecht geen idee. Of zegt Raymond, spaar door nu. Voor dit en voor dat. Laat het zeker even achter. En laat dames en heren nog steeds even een kleurtje achter voor bij de ouders. Ik heb nog steeds geen idee. En het maakt me eigenlijk ook niet zo heel gek van uit. Maar het is wel leuk als jullie dat even doen. Dus dat zou wel top zijn. We gaan even naar de appie. En ik heb even een magische truc gedaan. Waardoor ik ineens al mijn geld... zwart geld gewitwast. Dat is wel ziek. Nou. Je kan me een pro noemen, maar dat ben ik niet. Oké. Ik vind het zoveel prima. Mijn kofferbak zit dicht. Ik doe maar altijd even slot. Als dat werkt. Ja. En we gaan eventjes een overvalletje doen. Ik weet niet of er agenten er zijn momenteel. 3. Oké, gasten. We hebben eindelijk weer eens een keer een OV'tje gedaan. Gaan we doen. Op beeld. Ik werd even lang gezocht, dus dat ik hier in deze winkel sta. Dus als ik de winkel uitloop, dan is het klaar. Oké, gasten. Het is al klaar. 5, 4, 3, 2, 1. Laatste seconde. Boom. Oké. We hebben het. Nu is het tijd om weg te gaan. We gaan gewoon vluchten. Open die hap. Moeten we zo snel nog een beetje weg hier? Voor de rest. Ik lijk een beetje af en toe hier. Voor de rest, we zijn wel netjes gewoon... We hebben het geld gepakt en we zijn gewoon weg. Nice. Ondertussen hebben we ook weer wat extra geld gekregen. En ik denk dat ik even snel het geld van witwassen. Dan ben ik zo weer terug. Als ik het heb gewitwassen. Oké, gasten. Wat we nu nog heel snel eventjes gaan doen. Is. We gaan een beetje het gebied in de gaten houden. En we gaan ervoor zorgen dat ik in de volgende keer een wapen heb of zoiets. Want het is wel de bedoeling dat ik eventjes iets van een wapen of zo heb. Weet je, ik heb niets voor niets een appartement gekocht. Ik heb gehoord of gezien dat je... Via loods, als het goed is. 3 miljoen. Kan je, als het goed is, kan je dingen krijgen. Kan je wapens maken als het goed is. Ik weet niet zeker. En dan kan je dat bij eiland, kan je als het goed is dan gewoon wapens krijgen. Dat is wel ziek. Zodat dan in de volgende keertje proberen een beetje te fixen. Maar ja, voor nu moeten we het een beetje hiermee doen. Even kijken, zijn er nog nieuwe auto's in de car dealer? Ik heb letterlijk vanochtend gekocht, dus ik denk niet dat er zo snel iets nieuws in komt. De boel staat hier wel lekker af te fikken. Kijk eens aan. Alle auto's... Ik was even met wild. Alle auto's hebben we gekocht. En ik weet ook niet hoe. Maar ik heb het wel oprecht gewoon gedaan. En zo goed of zo harde grind heb ik dan ook net niet gedaan, maar niet dat ik telkens al bankafveltjes deed of zo. Maar nou, we hebben voldoende geld om alles te kopen en zo. Dat is wel ziek. Beste mensen, ik wil jullie graag bedanken voor het kijken naar deze video. Ook vond deze video een beetje leuk. Like eventjes, abonneer. Zie ik jullie bij de volgende keer. Yo-yo.